Vorige week al uitgebreid aandacht voor de steeds meedogenlozer wordende ruzies tussen criminelen in Amsterdam. Steeds vaker wordt er in woonwijken, in winkelcentra met zware wapens geschoten. Nog maar 2 weken geleden, op zondagochtend 14 september, was er opnieuw een schietpartij in Amsterdam. Weer op zo'n plek waar onschuldige voorbijgangers gevaar liepen. Een man van 25 werd die ochtend rond 6:15 beschoten op de hoek van de Ferdinand Bolstraat en de Van Ostadestraat. Hij overleefde de aanslag. Hij werd alleen in zijn been geraakt. Maar de kogels die eigenlijk voor hem waren bedoeld, schoten alle kanten op. Kijk naar deze schade aan dit pand en aan deze auto en je realiseert je hoe anders dit ook had kunnen aflopen. Ja, want je denkt misschien 6:15 zondagochtend, wie is er dan op straat? Maar op dat moment fietsten door die Ferdinand Bolstraat in Amsterdam mensen van en naar huis. Er rende een hardloopster, er kwam een rikscha met 2 klanten voorbij. En er waren 2 politieagenten op weg naar hun werk. Ook nu dus weer genoeg mensen die geraakt hadden kunnen worden. Daar is de politie veel aan gelegen om ook deze zaak op te lossen. Voor nu willen de rechercheurs met iedereen spreken die iets van dit ernstige schietincident heeft gezien. De feiten. De slachtoffer, de man van 25, kwam aanrijden op zijn scooter, parkeerde die voor het Easy Hotel aan de Van Ostadestraat. Hij is toen een paar passen gelopen richting de Ferdinand Bolstraat. En daar is hij toen van achteren meerdere keren beschoten. En gelukkig kwam dus maar 1 van die kogels in zijn been terecht. De schutter is er daarna vandoor gegaan, mogelijk samen met een tweede dader, op een scooter. En misschien heeft die schutter in de uren voor 6:15 staan wachten in die Van Ostadestraat. Weet u meer of heeft u daar in die nacht van zaterdag 13 op zondag 14 september iets verdachts gezien? Meld het dan alsjeblieft. Dan een ander element in deze zaak. De politie zoekt ook getuigen van een vechtpartij. Eerder diezelfde nacht, een vriend van de slachtoffer is tussen 1 en 2 uur betrokken geweest bij een ruzie. De slachtoffer zelf was daar min of meer getuige van. Vooralsnog heeft de politie geen enkele aanleiding om een echt verband te leggen tussen dat schietincident en die vechtpartij. Maar dat scenario moet wel onderzocht worden. Daar dus ook vragen over. Die vechtpartij was voor de deur van uitgaansgelegenheid Players aan het kleine Gartmanplantsoen, dat ligt vlak naast het Leidseplein in Amsterdam. We hebben hier beelden van cameratoezicht op dat kleine Gartmanplantsoen die avond. Een vriend van het latere slachtoffer heeft bij die vechtpartij een hoofdhond opgelopen. Op deze beelden zien we allemaal mensen. Mensen mogen betrokken bij het vechtincident of getuigen daarvan. Herkent u zichzelf of was u in de buurt en heeft u iets van de vechtpartij meegekregen? Dan wil de politie je graag zo snel mogelijk als getuige spreken. En neem ook contact op als u iets heeft meegekregen van dat schietincident. Dus op de hoek van de Ferdinand Bolstraat en de Van Ostadestraat. Hopelijk zorgen uw tips voor een hele snelle doorbraak. Anders komen we over 2 weken uitgebreid terug op deze zaak.